Hallo. Hallo. Ik heb net even lekker gegeten. En ja, dat moet ik weten. Maar ik heb, in principe heb ik dus gewoon, had ik klikjes, heb ik gegeten. Lekkere klikjes. Ik had, eergisteren had ik chili con carne gemaakt. En daar had ik nog een beetje van over. En ik had toevallig nog een wrap. In de koelkast liggen. Ik denk, nou, ik combineer die twee gewoon. Dan hoef ik niet al te veel moeite te doen. Dan heb ik toch wholesome en lekker gegeten. Weet je wel. Dus ja. Maar goed, boeien. Waar het wel over gaat. Ik krijg de laatste tijd best wel veel. DM'tjes. Berichtjes. En ook mailtjes. Die krijg ik ook. Mailtjes. Heel veel mailtjes. Van, joh, Finn, ik ben zo. Ik ben zo teleurgesteld in jou. Want uitgerekend jij. Jij. Zo'n aluminium complotgekkie bent. Dat valt me zo vies van jou tegen. En ja, dat mag. Ook dat mag er zijn, die teleurstelling. En ik snap dat helemaal. Weet je, als jij wil huilen, daar is de hoek. Maar wat de fuck verwacht je van mij nou? Dat ik, als ik dat lees, in één keer bij mezelf denk van, tuurlijk. Wat stom van mij. Nu zie ik het. Nu zie ik de logica ervan. Dat de hele wereldeconomie naar de cholera wordt geholpen. Hele samenlevingen de rand van de afgrond in worden geduwd. Voor een of andere kutgriep die nog ineens een 0.25% van de bevolking grijpt. Compleet volkomen logisch. Ja, nu zie ik het. Bedankt. Denk je dat? Nee, hè? Maar ik snap het wel. Ik snap wel dat als je in één keer wordt geconfronteerd met een wereld die 180 graden gedraaid is ten opzichte van wat jij dacht dat hij was. Dat jij jarenlang bent voorgelogen. Dat de wereld helemaal niet zo is zoals jij bent. Dan is dat heftig. Dat snap ik. Als jij erachter komt dat je jarenlang teringhard in je hoofd bent geneukt, dan is dat heftig. Als jij erachter komt dat iemand 10, 20, 30, 40 jaar lang met zijn penis door je schedel heeft lopen roeren zonder dat jij daar ook maar iets van af wist, dan is dat heftig. Nu is het hele pik- en schedelroer gebeuren natuurlijk, is het pik-schedelneuk verhaal natuurlijk inherent aan het feit dat jij niet doorhebt dat het gebeurt. Want als iemand tegen jou zegt van, joh, hier is mijn lul en die ga ik nu even door je hoofd heen rammen, dan zeg jij van, ben niet helemaal goed. Weet je, flikker lekker een entel. Ja. Maar daar heb ik dan nog wel respect voor, want dan ben je wel eerlijk tegen me. Dan kunnen we elkaar in de ogen aankijken en dan zeg ik, nou, misschien, maar doe maar niet, weet je. Maar goed, dat is dus heftig. Als jouw wereldbeeld in één keer op zijn kop staat, als degene die jij vertrouwt ineens een ontzettende teringleier blijkt te zijn, dan is dat heftig. Maar dat maakt het niet minder waar natuurlijk. Maar goed, weet je, je kan het mij niet kwalijk nemen. En ik ben er voor je. Maar ga me niet lopen DM'en.
als je mij een DM'tje wil sturen. Liever niet. Hallo.